Mijn naam is Wilco Den Hartog. Ik sta voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 op nummer 2 van de kieslijst van Zaltbommel, Veranderen met Visie, ZVV. Ik ben trotse inwoner van de binnenstad van Zaltbommel. Als raadslid van ZVV, de lokale partij, voel ik mij verantwoordelijk voor de gehele gemeente, maar de politieke vraagstukken die spelen rond de historische binnenstad van Zaltbommel hebben een speciale plaats in mijn hart. De oude, maar nu nog springlevende stad dateert van de 9e eeuw. De stad blijft nog altijd veranderen, soms in een bedenkelijke richting, maar meestal toch in de goede zin. Denk daarbij aan de gedurfde, maar uiteindelijk concrete en breed gedragen plannen voor de buitenstad. Het parkeerbeleid is een voorbeeld van een lastig vraagstuk. Weinig ruimte en veel verschillende belangen. Dat vraagt om duidelijke regels en dat is een uitdaging. ZVV volgt de ervaringen met het nieuwe beleid nauwlettend en zal bij aanpassing van regels streven naar meer aandacht voor voetgangers en niet alleen voor parkeerders. ZVV is positief over de bouw van het nieuwe cultureel centrum met volwassen theater- en filmhuisfunctie. Nu het besluit er is, moeten we doorpakken en ervoor zorgen dat het centrum in 2023 open kan gaan. Natuurlijk is de ZVV trots op het supermoderne zwembad dat onlangs is geopend. Een unieke voorziening waar die verreweg de meeste inwoners verwelkomen. Een investering die zonder lastenverhoging van de inwoners mogelijk was. Samen met jou willen wij blijven werken aan een betere leefomgeving. Stem dus op ZVV, gewoon omdat je hier woont.